jij doet ook volleybal. En is het een beetje leuk in het team of niet? Oh, gelukkig. Nou, ik kwam binnen en ik werd super hartelijk ontvangen. Vervolgens heb ik een presentatie gegeven aan groep 5, 6, 7 en 8. Super leuk, best wel interactief. Een beetje de kinderen vragen gesteld over wat ze eigenlijk al van volleybal weten, wat voor sporten ze doen. Een beetje verteld over wie ik ben en mijn carrière. Wie vind je de leukste spelen? Nou, bij de meiden vind ik iedereen even leuk. We hebben een clinic gegeven, een presentatie gegeven en het was heel leuk. De kinderen waren heel enthousiast. Kan je tegen je verlies? Niet zo heel goed. Wat vinden jullie gezond eten en drinken? Fruit, hele goeie. Wij gaan nu samen voor de ballen. Een beetje de basistechnieken, warming-up, bovenhands, onderhands, een beetje aangevallen en spelletje gedaan. Ik doe het altijd zo. De kinderen waren echt heel enthousiast en ja, ze vinden het vooral heel leuk dat het een balsport is, denk ik. Dat ze daar lekker mee aan de gang kunnen. En we probeerden het lekker interactief te houden. Dus het was echt heel leuk. Al is er maar eentje die geïnspireerd is geraakt en over 10 jaar in het Nederlands team zit en zegt... Nou, toen ik 8 was of 9 was of 10 was, heb ik een clinic gehad van Meerte. En dat heeft me ertoe gezet om te gaan volleyballen. En nu sta ik hier, dan is het natuurlijk supermooi. En ik hoop natuurlijk dat ze voor altijd een beetje iets met volleybal hebben. En in ieder geval iets met sport hebben en in beweging blijven. Dat zou natuurlijk supermooi zijn. Supergoed, jongens! Zijwaarts, dat is niet zijwaarts, hè? Zo. Ja, boterham, plakje kaas.